Oké, we hebben Sun gedaan. Dus leek het me eigenlijk ook best wel logisch om dan ook nog heel eventjes Moon even mee te nemen. Dus laten we ook maar eventjes een Pokémon Moonbox unboxen. Goedemiddag allemaal en welkom bij weer een unboxing video. Ik weet het jongens, twee achter elkaar, dat is nogal zeldzaam. Ondertussen probeer ik hem hier al een beetje open te maken, maar ik heb geen tools bij me, dus moet ik het helaas doen. En ja, zoals jullie weten, Plesk is mijn beste vriend. Maar ja, de reden hiervoor is, ik ben nog bezig met Comic-Con. En ja, dat wil helaas niet echt soepel lopen. Ik heb een paar problemen met... Deze is hardnekkig zeg, zo! Hij wil gewoon niet. Ik denk dat ik er echt even, gewoon even een tool bij moet gaan pakken. Nee, hij blijft gewoon in beeld. Hij blijft gewoon in beeld. Ah, there we go. Kijk, als er eenmaal een gaatje in zit, dan gaat het lekker soepel. Dus daar ben ik zeker heel erg blij om. Maar goed, ja, de andere die wil niet echt zo soepel gaan. En ik ben bezig met opnames voor het weekend voor Terraria en voor de Legend of Zelda Reparator. Want het is Terraria, dus dan zijn jullie daarvan op de hoogte. In ieder geval, de hoes, die kennen we met poster, hetzelfde als Sun. En natuurlijk het boekje, dat is ook hetzelfde als Sun. Het enige wat verschillend is, is de box. Nou, de box maak ik gewoon heel eventjes open en dan leuter ik gewoon heel eventjes door. Ondertussen weten jullie ook wel dat er een nieuwe Legend of Zelda uit is gekomen. En ja, ik zou jullie zeker vertellen dat het een awesome spel is. Dus, Oké, de energiekaarten die ga ik niet openmaken. Die zijn voor mijn buddy Mume. Die heb ik hem beloofd. Dus, liefst, ik moet zeggen, ik vind deze wel heel erg mooi. Ik bedoel... Dus rood en blauw, ja eigenlijk is het meer een beetje paars, vind ik dit toch een mooiere kleur. Dus ik vind deze hele mooie sleeves, dat zeker. Nou, zoals altijd hebben we hier ook de dividers, want ja, we kunnen deze natuurlijk gebruiken als onze boosterbox. Dus ik heb die Sun ook nog heel ergens liggen. Natuurlijk de poison counters, burn counters en de GX counter. Ik moet zeggen, deze plastic, verhard plastic, is zeker heel erg mooi. Dus ik raad hem zeker aan een keertje zo eentje te gaan halen. Dus vier van die, hartstikke leuk. En dan natuurlijk het allerbelangrijkste, 8 boosterpakjes en natuurlijk de dice. Oh, deze dice die zijn mooi. Wauw. Ik moet hem wel zo houden. Ik ben naar de winkel gewend en dan moet ik hem hoger houden en dan moet ik hem laag houden. Damn, deze is mooi. Nice, goed. Nou, in ieder geval, ik dank René natuurlijk weer voor deze geweldige, Elite Trainer box. En natuurlijk dat ik weer een leuke video ervan kan maken. Dus ja, sorry dat het weer een unboxing video is, maar ja, aan de andere kant heb ik zoiets van... Liever een video dan geen video. En gisteren was er ook al geen video in verband met Sun & Moon. Dus oké, nou in ieder geval, we hebben 8 pakjes. We gaan hem eventjes voor zorgen dat ik dat makkelijk kan openmaken. En we gaan gewoon beginnen met het eerste pakje. Misschien kunnen we het Lunala krijgen, aangezien dat we Solgaleo... ik ken hem nog steeds niet uitspreken. Maar ja, sinds dat we die hebben... Ik ga zelf nog steeds hopen natuurlijk op een Espeon of Umbreon. Misschien wel de Full Art, who knows. Dus wie weet. 1, 2, 3, 4, ja, ik doe het helemaal goed. Oké, nou in ieder geval, we hebben dus een Darkness Energy, een Charjar Bug, een Rotom Dex, een Nestball, een Makuhita, een Pharaoh, een Grubbin, een Drowsy, een Crabrawler, een Reversed Holo Torracat. En onze eerste is Toucanon. En daar ben ik geen fan van. Ik bedoel, serieus Toucanon, daar geeft niemand iets om. Ik zit trouwens weer gewoon rustig in mijn studio, dus het... opnemen, dat gaat weer een stukje makkelijker. Al moet ik zeggen dat het bij René eigenlijk ook best wel soepel ging. Dus geen probleem eigenlijk mee gehad. En hier kan ik tenminste papiertjes gewoon zonder problemen op de grond gooien. Want ja, ik moet zelf opruimen. Het is mijn eigen studio dus. In ieder geval, Fairy-type Energie. Lily. Hurdier. Crushing Hammer. Carvana. Zubat. Poplio. Hoe? Wel blijven focussen. Jij bent gefocust? Je bent gefocust. Oké, goed zo. Een Togedemaru. Ik heb het een beetje geleerd dankzij die gast, hè. Shellder. En oh. Lurantis GX. Het is een beetje geschuffeld in dit dakje. Dit gaat nog wauw. Een reversed holo. Krokorok. Oké, we hebben onze eerste GX weer te pakken. Wauw. Dat ging wel heel erg snel. En volgens mij is dat ook nog eens een keer de full art. Ik zal hem even trouwens nog goed even in beeld gooien. Even zo. Even goed zo voor jullie. Dat is volgens mij de full art. Nice.
Oké, het is geen espionage nummer, maar stil, hartstikke nice. En hij is ook zeker heel erg goed. Ik zie hem ook heel vaak in decks voorbij komen. Aangezien voor 3 energie, 120 damage en dan tot hij 30 van zichzelf hield. Flower supply, dat hij energie kan brengen. En niet te vergeten, zijn GX aanval tot hij 50 damage voor elke gasenergie die hij heeft aan, aan de tegenstander doet. Dus op zich een hele goede GX-kaart. Dus ik zal hem niet zo ver in de hoek leggen vooruit. Dan geef hem een beetje de liefde. Ik bedoel, het is een trainerbox. Dus we hebben niet zoveel boosterpakjes nou. Dus we hebben er 8 in plaats van. Dus ik denk niet dat de... Ja, of we moeten heel veel Eevees vinden. Dat natuurlijk. Dan komt de bench van eigen wel heel erg goed vol te zitten. Maar goed, dat is dus eigenlijk een beetje de reden waarom dat het een beetje langer heeft geduurd. Dus met de video's maken en uploaden. En mijn werk ook nog, die houdt me natuurlijk ook heel erg bezig. Maandag moest ik in één keer onverwachts werken en daardoor kon ik geen nieuwe video maken. Dus daarvoor heb ik toen maar snel... Heb ik gisteren geüpload? Ik geloof dat ik maandag heb geüpload. In ieder geval, we gaan gewoon verder. Wishy-washy, hou, Dartrix, Harris, Poliwag, Dupider. Oké, onze eerste EVD is binnen. Yay! We hebben een Staffel. We hebben een Reversed Hollow Cutie Fly. En we hebben een Lantern. Maakt mij helemaal niks uit. Dat pakje daar is awesome, want Eevee zat erin. En als Eevee erin zit, dan is het een awesome pakje. Zoals ik heb gezegd. Goed. Nou, in ieder geval, over unboxingpakjes, er komt er een nieuwe set aan. En ja, daar gaan we ook weer heel veel over maken. En er komt ook weer een heleboel unboxing natuurlijk van. Maar de andere video's die blijven natuurlijk ook nog gewoon lopen. Dus daar hoef je, deze is trouwens heel erg goed. Daar hoeven jullie ook geen zorgen over te maken. En Rainbow Energy, daar ben ik ook heel erg blij om. Want die had ik nog eentje nodig voor mijn Eevee deck. Rowlet, Cosmog, Lillipup, Poliwhirl, Reverse Hollow, sorry, ik ging te snel. En Golduck. Het probleem is gewoon, ik wil weer Breath of the Wild gaan spelen. Ik bedoel, dat spel is geweldig. En ik weet dat jullie toch graag een keer een video van willen zien of iets. Dat jullie dan even zo van, ah, alsjeblieft, laat nou eens een video zien. Dat is leuk, hartstikke gaaf, gezellig. Weet ik het allemaal nog meer. Het enige punt is, ik hou niet echt zoveel van spoilers. Dus daarom ben ik eigenlijk meer van het, Het is ook niet echt van, het is ook niet te veel van spoileren. In ieder geval vuurenergie. Ik kan het niet uitspreken. Experience Share, Spinda, Staffel, Litten, Torkoal, Yungoos, Rowlet, Reversed Hollow Hypno en een Hollow Dragonite. Oké, nice, I guess. Nou, we hebben nog 2 pakjes te gaan. Ik vind ook 3 pakjes zelf nog. We hebben nog 3 pakjes te gaan, jongens. Voor mij nou, ik dacht dat we nog 2 pakjes te gaan hadden. We hebben nog 3 pakjes te gaan. Ik hoop nog steeds op een Espeon en Embryon. Ik weet dat ik ondertussen Espeon en Embryon heb gekregen. Eentje die heb ik gekregen, de andere die heb ik gewoon gekocht. En ineens, zoals jullie dat weten. Maar ik vond het wel eventjes... het lijkt me leuk om er een keertje eentje in een pool te krijgen. Dus laten we er gewoon eentje in een pool krijgen. Darkness Energie. Pelipper. Ultraball. Horsola. Shellder. Yungoos. Harris, Caterpie, Makuhita, Reversed Hollow Chinotic, een Full Art Illima, wauw. Oké, deze heb ik eigenlijk nog helemaal niet gezien. Wat deed deze ook alweer? Each player shuffles their hand into their deck and flips a coin. If heads, they play draw 6 cards. If tails, they draw 3 cards. 3 cards, bla. Een Full Art in een, wauw. Oké, vergeleken met de Moonbox hadden we gewoon met de Moonbox enorm veel pech. Dit is gewoon geweldig. Eevee, je bent surround door geweldige kaarten, omdat je bent zelf ook een geweldige kaart. Maar goed, in ieder geval, de reden waarom dat ik dus een Paris en een Parasect zo erg haat, dat heeft een beetje te maken met wat ik in mijn verleden heb gemaakt toen Pokémon kaarten nog heel erg nieuw was en tot iedereen de Charizard wou hebben. Iedereen die wou Charizard dolgraag hebben, even kijken, 1, 2, 3, 4. En ja, het punt was dus... ik stond in de winkel en toen was er een jochie die was voorgekropen en er was toen een... de verkoper die had dat nog niet eens gezien, dus die ging gewoon eerst die jongen helpen en die kocht dus ook een boosterpakje. En in dat pakje daar zat dus een Charizard. Toen zei hij van, nou, het is allemaal random, dus je kunt het heus wel vinden in... in alle pakjes heb je evenveel kans, dus de kans dat je er nou eentje weer vindt, 2 achter elkaar, gebeurt wel vaker. En... het punt was gewoon van, ik maakte dus het pakje open en wat zat erin? Ja, niks anders dan, volgens mij zat er Paris in een Parasect, ik weet niet meer heel goed hoe dat was, want het is zoveel jaren geleden. Maar goed, ik heb in ieder geval, ik heb een hekel aan Paris en Parasect, dus
Laatste pakje. Spannende muziek. Dankjewel Mume. Nogmaals, de muziek is gemaakt door Mume. Daar ben ik helemaal van. Daar ben ik heel fan van. Ik bedoel serieus. Het is hele leuke muziek. Daar ben ik echt blij om. Dus goed. Laatste pakje. Espeon, Umbreon. Wij willen hem. Goed. Ik bedoel, we mogen niet klagen. Ik bedoel, we uit 8 pakjes dit al trekken. Dat is goed. Dat is zeker goed. Ik bedoel, vergeet niet. Sun and Moon, hè. Dus we hebben geen breaks. Helaas. Maar goed. We hebben dus wel kans op Espeon, Umbreon. Lightning energy. Lily. Hurrier. Crushing Hammer. Alolan Grimer. Rowlet. Drowsy. Cutie Fly. Skarmory. Reversed Holo Cosmog. De Sidoai. Ach ja, maakt niet uit. Ik bedoel, we hebben een hele leuke poll te pakken gekregen. Dus op zich vind ik het niet zo erg. Ik bedoel, ik vind het. We hebben er een Eevee weer bij. En we hebben een full art en een full art trainerkaart. Dus op zich, dit is een hele goede trainerbox. Maar goed, ondertussen zit ik nu op 59 pakjes opengemaakt. En geen één Espeon en Umbreon. Dus nogmaals, zoals ik al heb gezegd, ben je op zoek naar één losse kaart. Kijk online of ze dat hebben. Want vergeet niet, een boosterpak kost toch €5 gemiddeld per stuk. En een elite trainerbox die kost €50. Dus hou daar wel een beetje rekening mee. Tot als je echt één specifieke kaart zoekt, dat je dan beter inderdaad hem los kan kopen. Nogmaals, link van René Vinkel staat in de beschrijving. Ik serieus, daar heb ik ook Espeon en Umbreon natuurlijk van. Oké, Umbreon, Espeon heb ik gekregen. Fijn. Maar goed, als jullie me niet willen excuseren, ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste? Nou ja, heb je een leukste? Wat vind jij dan mooier? Full art of gewone art? Of maakt het jou eigenlijk weinig uit? Laat een beetje jouw mening weten in de reacties natuurlijk, als je daar tijd voor hebt. En laat een like achter, als je daar ook de tijd voor hebt. En als jullie me nu niet heel eventjes, als jullie het nu niet heel erg vinden, ik ga eventjes verder met Breath of the Wild. Spoilers!